fijn dat je er bent. Ja. We hopen er een hele leuke middag van te maken. Nou, dat is nu al bijna geslaagd. En zie zoveel mensen. Bijna vroeg. Ja. Ja. Ook leuk dat je erbij bent. Dank u wel. Ja. Gaan u ook wat de boek? Ik denk het. Oké. Okay. Spreking is jij, ben jij zo? Morgen nog op tafel. Nee, daar gaat het niet over. Maar ik neem even op, dat is de masseur in de 3 maanden, weet je nog? Ja, ja en nog hoor. Nog toen was hij, dat is 1,5 jaar geleden geloof ik, of 2 jaar geleden. Ja, dat kan wel. Toen kwam hij net voor een behandeling. Oh. En hoe is de conditie? Ja, goed. Super, ja? Super goed, echt waar. Super goed. Ja, super. Ja. Dus je hebt hem helemaal naar het kampioenschap gemasseerd. Geweldig, ja. Geweldig naar... Ben u ook mee geweest met hem? Nee, ik ben niet met hem mee geweest. Nee. Maar u hebt hem helemaal wedstrijd klaargemaakt. Ja. Ja, hij is eigenlijk wekelijks op tafel. Nou, in ieder geval, masseur, bedankt voor heel Nederland en voor de ijsclub. Zeker, hey. Dat je me in die conditie hebt gebracht. Ik heb het graag gedaan. Even kort. Hey, hallo. Oude schaatsjes. Wat leuk. Ja. Komt u nog eens kijken naar het schaatsen? Ja, dat is de enige waar ik nog naar kijk. Ja, ik ben gewoon zo boven. Ja, maar er is geen ijs meer geweest, hè, dit jaar? Nee, dat ja. Onze trots van de mensen. Ja, hé. Hey. Ja, dan heb je de tent al niet meer. Hey, mensen, een kijkje. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Je hoort hem niet. Wat van harder. Nou, laten we dat nog een beetje over doen, want dat Bettelien, familie Otterspeer. Namens het bestuur heet ik u alle hartelijk welkom bij IJsclub Ons Genoegen. Een bijzondere eer vinden wij het ook dat burgemeester Bruinsma en wethouder Sleeuwenhoek van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard, waar Oude Kerk aan de IJssel en dus ook de IJsselaan en Lageweg nu bij behoren. En ik hoop dat we heel veel jaar op de Bruinsma, als er een keer winter komt natuurlijk, bij ons gaan schaatsen. In ieder geval je gezicht van laten zien. Zou ik heel erg op prijs stellen. En dan heb ik nu. Waar zijn ze? Dat is de erelidmaatschap. Dat geeft aan dat je erelid bent van IJsclub Ons Genoegen. En dan heb ik hier nog een paar jonge dames. Mogen ze er even door? Dat is heel belangrijk. Die zijn super belangrijk zelfs. Die jou een hand komen geven. En een bosbloem aanbieden. Hij kan alles nog vast. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dames, hartstikke bedankt. Je bent wel gekomen, hè? Ja. Leuk, hè? We zijn begonnen. Ja. Heel gekroeld met hem. Ja, ik had een beetje dichterbij moeten wezen. Heb je al gekroeld met hem? Gaan we dadelijk doen. Dat hoeft niet. Gaan we dadelijk doen. Dankjewel. Nou, het is een enorme eer, maar dat heeft maar heel kort geduurd, heb ik begrepen. Daarna ben je hier opgegroeid in de Oude Kerk. En ja, je bent Nederlands, het staat daar ook, Nederlands kampioen sprint geworden in 2005. Als je iets wilt bereiken, dan zul je er hard voor moeten werken. En Henk, dat heb jij met verve gedaan. Ja, dat je daar lid van verdienst wordt. Dus bij deze.
Daar hoort een decoratie bij, dat is een speldje en dat zal de burgemeester. Ja, dat zou kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Wat ik nou zeggen wil, Heidi. Je bent ook niet met jullie zijn samen. Mooi, hè? Wat zeg jij dan? Het is gewoon een hele eer. Als je ziet dat deze mevrouw en nog een andere iemand een erelid is geworden, is dat voor mij een hele eer. Haar man was erelid, zij is erelid en nou jij ook erelid. Ja, mooi, hè? Hoeveel jaar is het geleden dat u erelid werd? Nou, moet je even kijken. Je hebt een hoop te danken aan de vier Huizenbroek. Zo is dat. Je hebt hier een ijsclub opgericht. Ja, je moet niet groter worden. Je moet niet vergeten waar je vandaan komt. Dus, dat doe ik zeker. Ze is speciaal nog gekomen, ze is ziek. Ja. Ze zegt, ik kom speciaal om haar even te interviewen. Ja, zeker. Nou, even een qua leeftijd. Weet je wat hij wordt? Heb ik gehoord? Hij wordt vader. Ja. Hij geeft een lekkere kroeg, twee uur alleen die elkaar krullen. Dat mag, want ze zegt, hij is alleen in voor jonge meiden, maar ook voor deze mevrouw. Even een lekkere kroeg. Fantastisch. Gewoon man, wat een mensen. En dat allemaal voor mij. Nou goed, dat brengt me wel een beetje met een mond vol tanden. Het is waanzinnig dat jullie hier allemaal zijn. Maar goed, ja, zo'n bedankwoord eigenlijk, dat wil ik toch wel bedanken. Maar zonder mensen om zich heen die hem eigenlijk steunen of die hij of zij steunen. Ja, dan is dat eigenlijk heel lastig om zo'n prestatie te bewerkstelligen. En ja, met mijn familie en mijn vriendin Bettelien in het bijzonder is het echt, is mijn dank ontzettend groot. Mijn broers, met wie ik altijd gestreden heb, zeg maar, op de fiets of op de schaats of in welk spel dan ook. Zijn mij altijd getriggerd en mijn ouders hebben me altijd gesteund. En het is waanzinnig om dan zeg maar zo'n prestatie te komen. En het is super dat ik hier zo mag staan. Ik vind het waanzinnig dat er zoveel mensen zijn gekomen. Maar ik wil ook vooral de organisatie van deze ijsclub, waar het toch altijd voor mij begon, ontzettend bedanken. Ja, dat ze echt de handen uit de mouw hebben gestoken om dit klaar te spelen. En dat vind ik eigenlijk op zich al een applausje waard. Yay! We gaan er zo allemaal eentje op drinken en ik ga dat ook doen, maar ik heb eigenlijk ook nog heel erg ander leuk nieuws en dat is dat ik met mijn prachtige vriendin Bettelien, dat wij samen een kindje verwachten. Nou. Dus dat zien we eigenlijk uitkomen als een overwinning op zich. Wereldkampioen of geen wereldkampioen, inderdaad. Het is hopelijk een kwestie van tijd, maar zonder mijn vriendin is het ook heel lastig. Zij heeft ook vorig jaar moeten doorstaan samen met mij. Ook dat het wat minder ging en samen met haar eigenlijk nog heel veel mensen die heel dicht bij me staan. Ik ga geen namen noemen, want anders vergeet ik ongetwijfeld heel veel mensen. Maar een heel groot gedeelte van die mensen staan ook hier. En ook in moeilijke tijden hebben zij mij ondersteund en gesteund. En ook met succes vieren zij het met mij. En dat vind ik echt waanzinnig. Dat doet mij als sporter ontzettend veel. En ik kan niet zonder ze en ik wil nooit meer zonder ze. Dus laten we er vanmiddag een heel mooie middag van maken. En ontzettend bedankt dat jullie er allemaal zijn. En ik waardeer het ontzettend. Jongens, bedankt. Dan ben ik hier in Oude Kerk en heb ik bij IJsclub Ons Genoegen 1956 opgericht. Wie heb ik eigenlijk voor de camera? Bettelien van de Ploeg, uit Zoutkamp. Uit Zoutkamp.
Wat kom je hier nou doen eigenlijk? Ja, dat is wel een bijzonder verhaal. Ik ben hier voor mijn vriend, die wordt hier vandaag gehuldigd. En ja, vandaar, een leuk feest. Dus je komt eigenlijk voor het feest of voor je vriend of voor de huldiging? Voor alles. Voor alles. Maar voornamelijk voor mijn vriend. Ja. Wat vond ik het leuk dat hij gelijk de mededeling deed aan zijn dorpsgenoten, laten we zo waar hij gestart is. Je wordt moeder, hè? Ja. Ja. Je straalt het helemaal uit. Ja, ze zeggen, hè, mommy glow. Dus ik hoop dat ik ja, dat ook mag krijgen. En nou ja, je bent natuurlijk, je hebt elkaar ontmoet in de schaatsport. Ja, ik ben 1 keer in Tialf geweest. Of nou ja, nu wel vaker inmiddels, maar dat was mijn 1e keer in Tialf. En toen zag ik Hein en we raakten met elkaar aan de praat. En het was gelijk een klik. Nooit meer losgegaan. Je schaalt zelf ook? Nee. Wat doe je dan? Ik werk in een heel leuk bedrijf. In de Garnalen, dus iets heel anders. Een leuk bedrijf, wat moeten we daarmee voorstellen? Hoe is die naam? Dat is de Roussant. En dat Hoe heet het? De Roussant. En dat is een zoutkamp. En we hebben garnalenafslag. En we maken garnalenspecialiteiten. Dus garnalen, kroketten en allemaal van dat soort dingen. En we hebben dan ook een stukje, een hele mooie camping hebben we ook nog. Dus dat is allemaal in Zoutkamp. En dat is allemaal van het garnalenbedrijf? Ja, nou eigenlijk van de Roussant. Dus Roussant is een soort van overkoepelende naam. Dus dan heb je garnalen, garnalenkroketten, een mooie camping en dat allemaal in het prachtige Zoutkamp. Dan misschien een onbescheiden vraag. Je hoort de laatste tijd veel, er zit niks in de kroket. Maar in jullie kroket wel? 40% Hollandse garnalen. Dus, bijna clean label. Dus u maakt gelijk eigenlijk van de gelegenheid gebruik. Als je een goede kroket wil hebben, een viskroket, garnalen, wat moet je hebben? Koolschrim! En monsieur, hoe bevalt dat Klune? Ja, het is geweldig man. Klune is fantastisch, ja. Hè? Je slaat een stukje ijs over en je gaat verder. Ja, je gaat zo overlopen. IJsclub Ons Genoegen, 1956, 2006, 50 jaar. Ik ben in gesprek met. Waar vind jij Sleeuwenhoek? Wat doen jullie hier eigenlijk? Wat, Ik kom voor Hein. Hein Otterspeer dat dan wel eens waar. Hij is heel mooi tweede geworden op het WK Sprint. Hier heel ver weg. En natuurlijk Nederlands kampioenschappen gewonnen. Dus helemaal geweldig. Ik heb hem afgelopen zondag zitten kijken naar de schaatsen. Hij had best moeilijk die laatste rit. En dat heb ik hem ook gevraagd zojuist. En dat gaf hij ook toe. Hij zegt het was best zwaar. Maar doorzetten en vooral stabiel blijven. En hij is tweede geworden. Fantastische prestatie. En u komt in functie van? In functie van wethouder. Wethouder sports in dit geval. Zo. En niet heel erg, dat doet de burgemeester. Ja, doet de burgemeester dan weer, hè? Die heeft toch natuurlijk altijd weer een stapje voor. Ja, maar ik mocht het cadeau geven. Dus dat maar was ook het college alweer. Werkt wel samen en dan neemt hij af en toe de portefeuille even over. Die is enthousiast. Ja, nou ja, in dit geval was hij ook echt gevraagd om het te doen. En hij vond het hartstikke leuk. Hij had in eerste instantie zoiets van, ja, eigenlijk... Ik wil jou er sowieso bij hebben en we zullen even kijken hoe we dat gaan doen. Maar het is voor mij natuurlijk de eerste keer. Nu ben ik hier bij IJsclub Ons Genoegen. Ik heb er al heel wat keertjes gestaan. Het zit erop. Vertel, hoe heb je het ervaren? Geef ik graag eerst Public Relations het woord, want die heeft er wat dat betreft... Nou Leni, ga je gang even dus Leni, kort. Hoe is het jou bevallen met... Buitengewoon. Het is van het begin van het organiseren goed gegaan. En dat het nou zo verlopen heb, schitterend. Geen één ongetogen woord. Alle mensen vinden het leuk. Hein vond het fantastisch. De familie vond het fantastisch. De arreslee was schitterend. Ik heb niet één klacht gekregen. Even een aantal slapen. Nou, ik neem een lekkere glas rode wijn en ik ga lekker slapen. Ben ik de lekkere fan die penningmeester is? Ben ik de lekkere fan van me, ja. En heb jij eindelijk roes voor elkaar? Je bent toch niet jaloers dat ik met haar naar bed ga? Nee, ik vind het juist prijzenswaardig. Kijk eens aan. Ja, dan hoef ik het niet te doen. Maar de penningmeester is ook dik tevreden. Penningmeester ook dik tevreden? Ja. Ja, dan gaan we naar de voorzitter. Ja, voorzitter. Ik kan me hier echt heel goed bij aansluiten. Het was een fantastische dag. We hebben de weergoden ongelooflijk meegewerkt. Maar zoveel mensen, zoveel... Inderdaad, spontane reacties ook als je tussen het publiek doorloopt. Echt fantastisch. Hein die het heel erg leuk gevonden heeft. En ook nog die leuke aankondiging dat hier nu de hele buurt weet dat hij vader wordt. Ik heb hij is helemaal de vrouw ook, hè? Heel erg. Hij is helemaal de vrouw.
Wat zegt u? Hij heeft een charmante vrouw. Hij heeft een hele charmante vrouw. En ja, nogmaals, fantastische dag. Echt niks op aan te merken. Maar nog even kort, dat IJssellaan, wat is dat nou eigenlijk precies? Want dat zat jullie wel erg hoog. Ja. Wij wonen ons hele leven en dan mag ik misschien wel zeggen, hier tussen deze twee mensen in staand, ik nog ietsje langer als zij, hier in de omgeving, in deze buurt, IJssellaan, Lageweg. Dat is IJsseldijk, onderaan die dijk geboren, gewoond. Daar is de Lageweg. Nou, jullie wonen daar nou 40 jaar of nog langer? Nee, 44 jaar. Ja, 44 jaar. Nou ga ik niet zeggen, wij zijn door de gemeente Ouderkerk aan de IJssel en later de gemeente Ouderkerk achtergesteld, want dat is helemaal niet waar. Maar we zijn toch een apart stukje. Hè? En het ontstaat. IJsselland is IJsselland. IJssellaan, IJssellaan en Lageweg. En als ik dan terugkijk, men zal het niet zo leuk vinden dat ik het opnieuw herhaal, hoe deze ijsbaan ontstaan is. Ja, en ik heb het niet zelf meegemaakt, want ik was op dat moment 1 jaar. Maar doordat de Ouderkerkse ijsclub de mensen die hier vandaan heel goed konden schaatsen altijd wat achterstelde, waren de mensen toen die zeiden van, wij gaan zelf een ijsclub oprichten, 1956. En uiteindelijk is dit ervan gekomen. Ik bedoel. Dat was de familie Hazenbroek onder andere. Dat waren andere. Maar in ieder geval één ding. Jullie stralen als bestuur. Jullie hebben een goede organisatie. Voorzitter, penningmeester en een PR-vrouw. Zeker weten. Mag ik in ieder geval tegen jullie zeggen. Bedankt dat wij mochten komen van dichtbij. Wij waren dichtbij en jullie zijn dichtbij het finale. Dankjewel.